Ja, ik voelde dat het een goed moment was. Er zat niet echt super veel snelheid in door de tegenwind, denk ik. Ja, ik dacht dat ik eigenlijk de laatste kilometer echt alles onder controle had, vond ik. Mijn positie kon kiezen waar ik het wou. Ik was bewust een beetje verder in die laatste bocht, omdat ik wist dat het op die manier kon. Maar natuurlijk speelde daar een beetje casino en dat draait wel goed uit uiteindelijk. Ja, je toont dit seizoen al een gigantische topvorm met laatst nog 3 overwinningen in die Giro. Ja, deze Baloise Belgium Tour geeft ook nog 2 kansen. Hoopgevend voor het BK dat er dan ook nog aankomt? Klopt, ik had dit zeker niet verwacht. Ik kan niet zeggen dat ik nog de topconditie te pakken heb. Maar ik was eerst een beetje bang voor mijn sprint. Die misschien wel afgebot ging zijn tegenover wat frisse mannen die hier zijn. Maar goed, ik ben blij dat ik deze op zak heb. Tim Merlier, congratulations with your win. First time you win in the Baloise Belgium Tour here in Knokke. How do you feel after this race? Oh, I did already a tour of Belgium a lot, but I never win here. So I'm happy I can take my first victory here in Tour of Belgium. You just come out of the Giro, but it seems like you're already off again in a good shape. Oh, shape is okay, but I feel a bit tired after Giro. It's normal. The best shape is gone, but yeah. If you can win, you can be disappointed.